Jezus, Mina. Mijn hart, jongen. Het wordt alleen maar erger ook, hè? Ja, het wordt steeds erger. Oké, nu gaan we, ja. Yes, tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Zoals jullie weten heb ik al een keer 7 dagen niet gegeten. Heb ik geprobeerd om een maand lang niet te drinken. Niet helemaal gelukt. Maar enfin, nu dacht ik, laten we weer even een stapje hoger gaan. Ik wil binnen 1 week een sixpack krijgen. Is dat überhaupt mogelijk? Waarschijnlijk denkt nu iedereen, nee, dat is onmogelijk. Maar goed, ik heb dan altijd zoiets van, niks is onmogelijk. We gaan het gewoon proberen. En ja, ik ga er gewoon alles voor doen. Ik heb daarom in ieder geval afgesproken met Joël Beukers. Die gaat me hierin een beetje begeleiden. Joël, binnen 1 week een sixpack krijgen. Gaat het me lukken? Wel echt, gewoon een wilde zin weg, hè? Ten eerste hangt het wel echt serieus af van waar je nu bent. Dus stel je voor dat je al een laag vetpercentage hebt en je ziet net wat blokken. Dan zou je het kunnen manipuleren met uitdroging, laden met carbs en zo de laatste dag, zeg maar. Dus het hangt er heel erg vanaf waar je nu staat. Dus ik wil het even graag zien ook. Gaan we dat nu even doen dan? Ja, ik denk wel dat het wel lastig wordt dan. Zoals daar op die foto bijvoorbeeld. Het gaat natuurlijk nooit lukken binnen. Maar ja, ik ben van de onmogelijke challenges. Ik wil dat dat me wel gaat lukken, dus ik ga er gewoon voor. Het grootste gedeelte is natuurlijk voeding. Dus je moet minder calorieën binnenkrijgen dan dat je opmaakt. Dan ga je dus de vetreserves aanspreken en dan gaat dus de vetlaag boven je spieren weg. Dus je moet eigenlijk grote oefeningen doen, zware oefeningen. Ja. En daarbij dus de calorietekort hanteren, dat is het belangrijkste. Oké, gezien jouw status nu, zou je best wel wat vet kunnen verliezen nog. Hey, dus wij hem hebben. Ja. De 8-pack. You can see an 8-pack in 3 days. Dus het is een zalfje, dat smeer je gewoon op. Dat heb ik nodig dus. Dat heb ik echt nodig. Ja. En laten het werkt ook, zeg jij. Ja, laten we het gewoon even opsmeren. Het werkt alleen als je echt heel veel doet ook, want anders heeft het niet zoveel zin. Oké. Okay. Ja, ik zou je shirt anders misschien uitdoen. Want... Ik heb het niet dood van het. Nou ja, ik heb het op zo'n dropship site gekocht, dus het zal wel goed zitten, toch? Dit is het minimum, hè, wat je ja. Dan moet smeren. Het staat ook op. One handful, ook een beetje op je borst misschien. Nee, ik ga puur voor de sixpack. Ja, zeker. Eigenlijk hoef je helemaal niks meer te doen. Je smeert het zalfje op en je krijgt een e-pack in 3 dagen. Dat is toch ongelooflijk? Nu lach jij nog. Ja. Het gaat zo branden als een neus, jongen. Dat ben je niet. Ja. Dit gaat echt bijten, jongen. Maar daarom zei ik ook, je moet wel echt een handvol nemen, anders ben ik zitten. Ik heb nu nog 3 keer zoveel gebruikt als jullie. Wacht, er zit wat op je gezicht. Nee, we gaan even een scoopje nemen. Ja. Nou, we zetten even een lekker steekje aan. Nou, eigenlijk moet ik hem wel aan jou geven natuurlijk, hè? Ja. Niet meer in mijn ogen, hè? Nee, je ogen dicht wel, ja. Nee, mond open. 3, 2. Ik moet wel een beetje afstand houden ook, hè? Ja, komt ie. Zo. Ja. Dat is 1. Wacht maar even hoor, nog eentje. De mondje open. Zo. Recht in het kiepeltje. Ja, dan neem ik zelf natuurlijk ook even een klein scoopje. Ik ga echt niet goed. Ja, beuken. Ja. Even beuken. Oké, okay. Ja, nu gaan we trainen. Okay? Ja, nu gaan we trainen. Ja, zakken. Doe jij er maar 10 gewoon. Ja, dat is het. 3. Kom op. Je doet eigenlijk wel de oefeningen best wel goed. Kom op. Wacht even. Jezus. Oh, ik ga dit eraf spoelen, jongens. Ja. Dit is niet normaal. Ja, kijk dan. Het wordt alleen maar erger ook, hè? Ja, het wordt steeds erger. Hier, kijk dan, joh. Wow, joh. Het lijkt alsof ik gewoon verbrand ben, joh. Ja. Zo voelt het. Weet je, het enige wat nog werkt is gewoon dat je over me heen loopt te pissen. Nee, weet dat wel? Gaan we niet doen. Dat gaan we wat niet dan? Doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet. Kunnen we het wel proberen? Zeker niet. Ik moet wel. Zeker niet.
Dit is echt niet normaal. Het is gewoon echt alsof je een bak met zout zit in te likken. Jezus. Ik wil je heel erg bedanken, man. Voor deze inspirerende sessie. En ik zie je over een week. Dag 2 in deze trainingsweek. Ik heb even een klein parcoursje uitgestippeld voor mezelf thuis. Want ja, we kunnen tijdens de lockdown even niet anders. Ik ga zo meteen 3 minuten planken, 75 keer opdrukken, 75 keer squatten, 150 sit-ups en ik ga ook nog even wat lunches doen. We gaan nu gewoon even lekker knallen en op naar die eetbag. Maar om je niet te gaan trainen, dat is wel echt mentaal wel pittig of zo, vind ik. Gewoon lekker met de fiets ergens naartoe te gaan en dan even die te buiken en dan dat thuis te gaan doen. Wat bedoel je toch? Yes, ik ben inmiddels een paar dagen aan het trainen en ik moet zeggen, het gaat redelijk, maar nog niet top. Ik heb wel echt even wat extra hulp nodig. Dus die heb ik ingeschakeld van iemand die mij wel in training deed, even een beetje bekritiseerde om overtollige kilo's. Niels is niet helemaal in shape. Qua uithoudingsvermogen denk ik dat hij misschien wel wat onnodige kilo's met zich mee zult. Ja, Niels, ik heb inderdaad wat gezegd over je fysiek. Ja, er moet ook wel het een en ander gebeuren, maar dat ga ik nu dus in 1 week proberen. Wat heb je precies in petto? Ik kom zelf uit het American Football en ik ga altijd next level. Ja. Maar om dat next level te bereiken, moet je ook je grenzen weten. Dus je gaat doen wat ik doe, hè? En dan kijken we wel of jij dat ook kan. Oké, okay, dit is dus zo dusdanig heftig en dan ga je daarna zeggen, ja, maar dit kan ik wel. Die mindset bij jou zit wel goed. Oké. Okay. Jij wil gaan. Ja. Ik heb ook een korte broek aangetrokken. Korte mouwtjes. Ik moet wel warm worden, toch? Ja. Dus loop even 2 keer heen en weer. Pjongjes terug, pjongjes terug. Oké. Okay. Ja, gewoon even lopen. Ja. Gewoon rustig aan hoor. Je hoeft niet moe te worden van de warming up. Oké. Okay. Gewoon die spieren een beetje. Dit is mijn rustige tempo. Oké. Gewoon even die doorbloeding. We gaan 50 meter. Ja. Sprint. En dan jog je terug. Dan gaan we 6 keer doen. Ja. Daarna ga je dat nog 9 keer doen. Maar dan met oefeningen tussendoor. Jezus. Kan pittig zijn, maar goed. Kan. Ervaar het gewoon eens aan. Wordt pittig. Wanneer jij klaar bent. Let's go. Yes. Lekker jongen. Ready, go! Yes! Woe! Tering, 6 vriendjes. Helemaal licht in mijn rok. Oké, maar deze 3 die er nu aankomen, ga je voor dit gaat sprinten, ga je 6 keer springen. 4, 5, 6 en go! Hoe gaat ie? Misselijk. Misselijk? Ja. Oké, kotsen is normaal. Probeer het wel binnen te houden. Ja. Maar als het eruit moet, dan moet het eruit. Dan moet het, ja. 5, 6. Oké, let's go. Hij gaat goed, man. Oh. Ik zie dat je het zwaar hebt, maar ja. Het ziet goed uit. Je gaat door. Dus, Jezus, Mina. Mijn hart, jongen. Dit is echt die interval shit. Je kan nu in 20 minuten doen waar een ander een uur over doet. Ja. Maar ja, jij wil in korte tijd een sixpack. Ja. Dus dan moet je rammen. Ja, dat is waar. Ben je klaar met uitrusten? Ja. Oké, goed zo. Let's go. Oké, let's go. Sorry. Goed zo. Gebruik je armen mee, hè? 2, 6. En go. Ik vind het wel een bikkel. God. Oké, okay, top. Goed gedaan. Ah, mijn buik. Oh, Jezus Christus, jongens.
is dit eigenlijk zeg, waar ik train. Hartkloppingen in mijn polsen gaan. Pompen jongen, dat bloed. Oh jee jee. Ik geef jezelf 1000 excuses om af te haken. Gewoon een doel voor jou. Oké, let's go. Tering. 8. 9. 10. Wissel. Wissel. 2. En rust. En naar boven. Yes. Godverdomme jongens. Kanon. We gaan nog even planken dus. Hi meiden. Dit is me vanuit de Jellinek. Even een vlogje van mij. Hé hey Pik, je kan nog lachen hè? Ja. Als jij kan lachen, dan hebben die buikspieren niet genoeg. Oh shit. Oh, het doet pijn man met lachen. Ja, ja. Oké, sideways. Kom maar. Ja. Ik had 45 gezegd hè? Nee, 30. 4, 3, 2, 1. Yo! Oh. You're done! Hoppa! Yes! Lekker hoor. Echt goed gedaan. Dat was een goede training dit man. Echt heel oncomfortabel, maar nu wel blij dat ik hem heb gedaan. Pam. En net niet gekotst, dus gewoon chill. Heel goed. Yeah. Maar hoe vaak doe jij dit? Zo'n training, 20 minuutjes? Nou, dat niet meer dan 3 keer in de week. Hoe oud ben je als ik vraag hoor? 37. Je ziet het. Het was een jonge god, man. Black don't crack. Hè. Tering, hé. Ja, dit doe je echt netjes. Ja, kinderen houden ons jong. Ja. Altijd zo blijven. Top. Als ik een vraag heb deze week, dan weet ik het te vinden, man. Heel erg bedankt. Top. Heel graag gedaan. Ja. Het is 9 uur 's ochtends. Wij zijn gewoon alweer aan het vlammen. Het is ook heel belangrijk dat ik vet verbrand. Ze hebben even een klein hulpmiddeltje gekocht. Ripped van BodyFit. Dit is een soort fat burner. Het zit in zo'n capsule. En ja, daar krijg je iets harder van te gaan. Dus laten we het gewoon proberen. Voor de rest weinig eten. Zorgen dat je meer calorieën verbrandt dan dat je binnenkrijgt. En ja, een beetje blijven trainen aan die buikspieren oefeningen. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik heb nog 2 dagen. De sixpack gaat er komen. Of je het nou wil of niet. We zijn een week verder. Ik sta weer bij Joël Beukers in de zaak. We gaan vandaag even de eindwaardes opmeten. Maar voordat we dat gaan doen... Nou, je hebt inderdaad wel het recht om je even op te pompen en alles. Ja. En dan nemen we ook gewoon even de scoopie, even de bloeding op gang helpen. De boel moet gewoon even opgepompt worden. Dus dit is gewoon een pre-workout. Ik doe nu echt netjes, volgende keer was gewoon. Zo, je mag even trainen. Dus eigenlijk nu doe je in principe een soort van warming-up. En dan laat je zo meteen het resultaat zien bij de camera. Hup. 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 Oeh. Heel netjes hier. Nice and slow. Echt die buikspieren waard. Ik dacht, jij blijft zo zitten. Ja. Weet je de resultaat zien? Ja, ik denk dat het nu wel goed is toch? Ja? Oké, nou we hebben vorige week gezien. Heb jij het gezien? Ja. Dat was nog niet best hè? Ja, ik denk wel dat het wel lastig wordt. Ja, kom beter, ja. Kom beter. Oké, nu gaan we, ja. Nou, je bent serieus wel vooruit gegaan. Ik denk dat als je zo doorgaat, dan ben je dus over 2 maanden ben je gewoon wel echt gewoon ripped. Je hebt het goed gedaan. Ja, ja. Nou, dankjewel jongen. Ja. Dat is wat we willen horen, toch? Ja. Het is eerlijk is eerlijk nog geen echte sixpack. Ja, je ziet ik denk dat het ook wel onmogelijk is binnen een week eigenlijk. Ja. Nou, ja. Het is wel iets beter dan vorige week, denk ik. Ja, ja, nee, echt absoluut. En wat ga je nu verder in de toekomst doen dan? Ik ga zo meteen naar de McDonald's. Dat mag ook. Helemaal goed. Nou, dat was hem voor deze week. Laat even in de comments weten of jij denkt dat je ook binnen 1 week, net zoals ik, een sixpack kan krijgen. Nee, geintje. Dat is het nog niet.
Maar laat vooral ook even weten wat je van deze aflevering vond. Abonneer op het kanaal en volg Joao Beukes natuurlijk even. Kanalen zijn ja, Joao Beukes. Kijk maar lekker wat je doet als je die blauwe duimpjes maar bij Niels wel in zijn reet houdt. Heel goed. Daar hou ik van. Zullen wij nog even een potje nemen? Ja. En dan een crème. Nou, moeten we echt gesmeren. Tot volgende week. Later.